Voorzitter, aankomende week is het Veteranendag. Een dag dat we speciaal stilstaan om onze veteranen te eren. Maar het is ook zaak dat we dat andere dagen van het jaar ook doen. En dat is helaas niet altijd het geval geweest. We erkennen inmiddels dat we als politiek, maar ook als samenleving, de Dutchbed veteranen schandalig in de kou hebben laten staan. Maar ook recent nog hadden we een documentaire over Tjora, waarbij een vertekend beeld van onze militairen werd gezet die maar lukraak zouden rondschieten. En vorige maand verscheen de film De Oost over de decolonisatieperiode in Nederlands-Indië. Natuurlijk zijn er in Nederlands-Indië oorlogsmisdaden gepleegd die op geen enkele manier goed zijn te praten. Maar het beeld wat in deze film wordt geschetst is eenzijdig en kwetst veteranen. Veteranen die vaak als dienstplichtigen in de opdracht van de regering daarheen gingen. De regisseur zou graag zien dat deze film wordt gebruikt als lesmateriaal. Het CDA vindt het belangrijk dat wij deze zwarte periode behandelen op scholen. Maar voor het CDA is het onbespreekbaar dat deze film los van de context wordt gebruikt. Want lesmateriaal moet evenwichtig zijn en dat is deze film niet. Hoe kijkt de minister hiernaar? Het is een interruptie van de heer Van Dijk. Dank. Ja, ik heb nog toch een vraag aan mijn collega over. U heeft het over een film die eenzijdig zou zijn. En u had het over een documentaire over de gevechten bij Tjora in Afghanistan, waar ook een eenzijdig beeld geschetst zou zijn. Ik vraag mijn collega, hoe weet hij dat? Was hij erbij? Ik heb met name de documentaire over Tjora zelf gezien. Ik was er erg van onder de indruk. Ik heb er ook kamervragen over gemaakt. Hoe komt hij op zo'n scherpe veroordeling? En ik mag toch aannemen dat hij niet pleit voor censuur? Ik pleit zeker niet voor de censuur. Kijk, ik denk dat iedereen gewoon de film of de documentaire gewoon allemaal moet gaan kijken. Dus wat dat betreft helemaal geen censuur. Ik denk alleen wel dat het bij lesmateriaal heel belangrijk is dat het in de juiste context zit. En ik denk in beide gevallen, en ik heb ze ook allebei gezien. Ik heb Afghanistan-veteranen gesproken die toch wel de eigen ervaring hebben en dat niet herkennen in de documentaire. En ik heb wat betreft de film De Oost familie uit Nederlands-Indië, die tijd ook zelf hebben meegemaakt. Mijn opa is geboren in Nederlands-Indië. En die hebben echt wel een heel ander beeld van de feiten. En nogmaals, ik ontken niet dat er in Nederlands-Indië verschrikkingen zijn gebeurd door Nederlandse militairen. Want dat is gebeurd. En dat ontkent ook niemand. Alleen het is altijd goed bij zulke gevoelige geschiedenissen dat je de juiste context en ook in de juiste tijd ziet. En dat heb ik. Ik heb 13 mei meteen mijn agenda leeggeveegd om die film te gaan kijken. En helaas moet ik wel concluderen dat het beeld eenzijdig is. En dat is jammer, want het was ook al een reden geweest om misschien juist een evenwichtig beeld neer te zetten. En dat is niet gebeurd. Ja, dank u wel, de heer Van Dijk. Ja, het staat iedereen vrij om kritiek te hebben op, in dit geval, films, uitingen, creatieve uitingen. Maar ik vraag me af wat geachte collega hier nou mee wil zeggen. Want volgens mij kan de minister van Defensie ook van alles vinden van films en uitingen, maar zij gaat toch niet over de maker. De maker heeft daar toch een ruimte in en een vrijheid in. Zwijg tot slot. Nou, kijk, ik denk dat de minister misschien niet de film meteen kan verbieden. En dat vraag ik ook zeker niet. Maar ze spreekt denk ik wel de minister van Onderwijs vaak. En die gaat natuurlijk wel over het onderwijspakket. En ik kan me zo voorstellen dat ze toch eens gaat overleggen van, joh, stel er komt sprake van om die film in een lespakket te vormen. Om dan toch te zorgen dat er ook de juiste context bij wordt gegeven. Zoiets, hè, bedenk ik nu. De minister heeft misschien nog hele andere creatieve oplossingen. Omdat ik net onze jongens in de jungle noemde, daar had de heer Boswijk had ook een vraag over twee documentaires en hoe ik daarnaar keek. Er is een vrij recht op productie. Hè? Mensen mogen produceren wat ze willen en daar is culturele vrijheid voor. Ik heb wel over de film De Oost samen met de inspecteur-generaal van de krijgsmacht met alle Indische veteranenorganisaties gesproken. Op de Zwaluweberg, volgens mij was jij daarbij. Of nee, andere mensen waren daarbij. Toen was de film nog niet uit. Hè. U heeft er van tevoren. En ik heb ook zelf daar toen op de dag van de Oost heb ik met name aan de veteranen in een tweet aandacht besteed. Omdat ik best snap wat u zegt. En ik zal altijd voor onze mannen en vrouwen, waar dan ook, dit zijn meestal mannen,
staan die onder moeilijke omstandigheden hun werk hebben gedaan en begrip moeten hebben als minister, welke minister dan ook, als werkgever ook voor de gevoelens van deze mensen. Als het gaat om dat educatieve project, ja, dat is van die filmproducent zelf. Daar kan ik ook geen invloed op uitoefenen. Het is wel zo dat, net zoals we dat met Dutchbat hebben gedaan, hè, dat ze een eigen op de eigen site een eigen film hebben. Dat ik er best met de minister van. Maar ik weet ook niet of het op scholen gebruikt gaat worden. Dat weet ik op dit moment niet. Ik geloof. Ja, het lijkt wel zo. Maar dat is natuurlijk ook aan scholen zelf. Wat er daar goed aan zou zijn, is dat ze alle kanten van het verhaal zouden belichten. Maar ook dat is een particulier initiatief waar ik op zich niet in kan treden. Voorzitter. Ja, gaat u gang. Nee, er wordt inderdaad wel actief voor gelobbyd en het ziet er wel naar uit dat een aantal schoolgemeenschappen daar wel gebruik van gaan maken. Ik zou het toch wel waarderen als de minister bij haar collega, de minister van Onderwijs, er toch in overleg gaat treden om, stel dat die scholen ervoor kiezen, dat ze dan wel het complete verhaal laten zien. Dus niet alleen de eenzijdige film, maar ook wel vanuit Nederlands perspectief. Dat zou ik wel waarderen als we in ieder geval minimaal die inspanning doen. Ik kan me daar in ieder geval voor inspannen. Als het maar geen resultaatverplichting is.